Een grote rampoefening in stadion Euroborg is dinsdagavond deels uit de hand gelopen. Een groep mensen vervulde de rol van hooligan wat al te overtuigend en begon op een gegeven moment met stenen naar aanwezige politieagenten te gooien. De organisatie van de oefening besloot hierop dat deel van de test maar te staken. Een iets te realistische oefening, aldus de organisatie. Wij hebben zelf als oefenorganisatie niet het beeld dat het uit de hand is gelopen, omdat wij van tevoren ook wisten dat we met dit scenario bepaalde risico's liepen. We hebben er van tevoren ook goede afspraken over gemaakt met de deelnemers en de oefenleiding en alle waarnemers. Dus op het moment dat buiten het stadion er met een aantal stenen was gegooid, hebben we ook gezegd van oké, we leggen nu de oefening stil. En daar hebben we de mensen, de deelnemers ook op aangesproken. En het gaat echt om een aantal individuen. Hoeveel zijn het er? Wat ik heb begrepen, dat het 2, 3, hooguit 5 mensen waren die vanuit een plantenbak wat modder en een paar stenen gooiden. Bij de ongeregeldheden is niemand gewond geraakt. Ook is niemand aangehouden. Wel zijn de stenengooiers aangesproken op de spelregels. Maar ook zij kregen aan het eind van de oefening gewoon hun cadeautjes. Ik hecht er wel waarde aan om ook te zeggen van hoe belangrijk het is dat je voor het creëren van een reëel scenario en een realistische setting, een goede oefensetting, dat je figuranten en tegenspelers gewoon hard nodig hebt. Het heeft geen zin als je daar tuinkabouters tegenover zet die geen interactie hebben met de hulpdienst. Je wilt... Kan toch niet? Mensen die met stenen gooien en dat nog belonen ook? Nou ja, we belonen natuurlijk niet het stenen gooien. Daar zijn de mensen op aangesproken. Maar ook deze mensen hebben gewoon een hele constructieve bijdrage geleverd in het begin van het scenario. En ja, als je de nadruk gaat leggen op die paar stenen die gegooid zijn, is niet de bedoeling. De mensen zijn daarop op aangesproken en wat ons betreft zit daarmee de kous af. De oefening was bedoeld om te leren omgaan met grote menigten. Er deden 1500 vrijwilligers mee.